Welkom allemaal. En we zijn hier voor de catch-up sessie van de Amsterdam Economic Board. De board die zich inzet om in de Amsterdamse metropoolregio door samenwerking, door innovatie te verzorgen dat wij een aantrekkelijke metropoolregio zijn en hem ook blijven. En te zorgen dat de werkgelegenheid in onze regio goed tot uiting komt. Hoe operationaliseren we? Want alleen beleid maken, daar koopt helemaal niemand wat voor in deze zaal. Hoe verbeteren we de aansluiting met het midden- en kleinbedrijf? Dus hoe creëren we een handelingsperspectief voor u? Dat is waar het uiteindelijk natuurlijk allemaal over gaat. Ik wil heel graag kort met jullie doornemen hoe het nu staat, met een specifiek punt uit het verhaal van de burgemeester, namelijk relatie onderwijs en arbeidsmarkt. Dus zowel de universiteiten als de hogescholen als de onderzoeksinstituten in Amsterdam hebben een belangrijke rol te spelen om het bedrijfsleven en die overheid in staat te stellen die successen te boeken. Amsterdam zit in een flow. En die flow die moet op de een of andere manier gefaciliteerd worden. Universiteiten zoeken elkaar op en wij hebben ook als hogescholen gezegd: wij moeten ervoor zorgen dat we de maatschappelijke agenda bedienen. En samenwerken is wat ons betreft het nieuwe concurreren. Bij de innovatieklas gaan we met onze hele groep naar bedrijven. Om de bedrijven te bezoeken en om er veel van te leren. Dus dat wij ook het echte werkveld zien. Wij zijn een bedrijf wat producten vervaardigt van composietmaterialen. Die ontwikkeling van die scooter, van het idee tot en met 5 prototypes, dat hebben we helemaal gezamenlijk gedaan met In Holland. Dat betekent dat wij digitale producten maken die wij sociaal exploiteren. Via In Holland, bijvoorbeeld via het podium wat we voor hen doen. En de samenwerking komen wij dus ook bij andere MKB'ers, grotere bedrijven, waar we ons verhaal kunnen doen en kans kunnen maken op dat schilletje van hun budget. Buma Cultuur is een hele relevante stichting in Nederland, omdat wij de Nederlandse muziek promoten. En we gaan nu samen met In Holland gaan we kijken hoe we dat onderzoek, daar zijn ook financiën voor gevonden, hoe we dat onderzoek nou kunnen verbreden, waardoor we nog beter kunnen uitvinden hoe goed het nu eigenlijk echt gaat met die muziek in het buitenland. En het loopt al een paar jaren om te kijken hoe je het MKB juist kunt betrekken bij deze innovatieagenda's en bij de activiteiten van de Economic Board. En dat is heel moeilijk, maar de studenten weten een relatie te leggen met die bedrijven en doen dat heel goed. De win-win situatie zit hem dan daarin dat de board de juiste omstandigheden hiervoor heeft geschapen. Een excellente arbeidsmarkt, een goed vestigingsklimaat, een state-of-the-art infrastructuur, zowel in IT als fysiek, en de mogelijkheid om verbindingen voor u te leggen. En dan geloof ik dat Amsterdam een top 5 regio wordt en blijft.